Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Sam van Roy, ik ben 33 jaar, ik ben industrieel ingenieur bouwkunde. Ik ben ook schrijver en ik ben sinds een zevental jaar actief in de politiek voor het Vlaams Belang. Ik werk op de studiedienst van het Vlaams Belang. Ik ben ook zo pas verkozen als Antwerps gemeenteraadslid en ik zal daar binnen afzienbare tijd Filip de Winter opvolgen als fractieleider. En nu stel ik mij zeer graag kandidaat voor het Vlaams parlement op de vierde plek voor de verkiezingen van 26 mei. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, het is uh, ja, een passie. Ik denk dat een beetje. Uh, ja, in diegene zit eigenlijk bij mij. Niet dat al mijn familieleden in de politiek zitten, maar ja, het cliché-antwoord luidt natuurlijk omdat ik iets wil veranderen. Dat zegt iedereen eigenlijk, of antwoordt iedereen op die vraag. Um, maar wat ik zie is dat er uh, een enorme onrechtvaardigheid is in onze samenleving, ook in de rest van het Westen, van Europa, waarbij eigenlijk. Um, het eigen volk, he, zo definiëren wij als partij dat al, al 40 jaar, he, de, de mensen die hier zijn geboren, die van goede wil zijn, waarbij die worden achtergesteld op van alles en nog wat. He. Dat gaat over, je kunt daar een heel lijstje uh, van maken, wij doen dat ook af en toe. Dat gaat over geld dat naar Turkije gaat, geld dat naar uh, Afrika gaat, geld dat naar asielzoekers gaat. Geld dat ook naar de Europese Unie en naar de euro gaat? Ik denk aan de schuldenputten van Griekenland. En als je dat nu allemaal optelt, ja, dan gaat dat over miljarden euro's. Dus dat is allemaal geld dat wij niet hier kunnen besteden. Dat we niet hier, je kunt een euro maar één keer uitgeven. Dat is iets wat iedere politicus toch moet beseffen, wat niet altijd het geval is helaas. Allemaal geld dat dus niet in onze handen, ik zou zeggen in Vlaamse handen, blijft. En dus niet wordt geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in het onderwijs of in onze mobiliteit of in onze verzorgingstehuizen, in onze ziekenzorg, in onze gehandicaptenzorg. Je kunt al die domeinen opnoemen. En ja, ik volg de politiek al vele jaren en ik zie dat eigenlijk vrijwel alle debatten uiteindelijk daarover gaan. Er is geld tekort en er is geld nodig. En wij leven in een van de zwaarst belaste samenlevingen ter wereld. Dus ook in een van de meest welvarende samenlevingen ter wereld. Dus het is ook niet dat er uh, structureel geld tekort is. Hè. Er worden, wat mij betreft, ook te veel belastingen geïnd en te hoge belastingen. Maar het wordt fout gespendeerd. Hè. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, niet aan, ja, laat ons toch noemen, onze samenleving. Hè. Dat wordt ons, vind ik, heel uh, belangrijk. Hè. Uh, ik, ik word straks, hopelijk als ik verkozen word, word ik ook verkozen door de mensen in Vlaanderen hè, en niet door de mensen. In Afghanistan of in Turkije of in Syrië. Dus ik zal mij inzetten voor de mensen hier. Alle mensen die het goed menen, dat kunnen ook. Uh, migranten zijn of nakomelingen uh, van migranten die hier zijn geboren, uiteraard. He, iedereen van goede wil, die moeten wij steunen, die moeten wij uh, helpen. Maar dat gebeurt vandaag, uh, wat mij betreft, veel te weinig. En uh, om af te ronden, onrechtvaardigheid, he, dat is eigenlijk mijn, mijn sleutelwoord. He, en dat um, um, zie ik ook gebeuren, bijvoorbeeld wat criminaliteit betreft, he, of wat jihad betreft denk ik dat de straffen, justitie, dat die veel en veel en veel te laag zijn. Dat wij veel te lax zijn met criminelen, met jihadisten, met verkrachters. Het is zo dat de, de, de daders eigenlijk ja, toch beter worden behandeld bijna soms dan de slachtoffers. En dat onze samenleving meer gefocust is op hun reïntegratie, die heel vaak ook mislukt, waardoor ze nieuwe feiten plegen, nieuwe criminele feiten. Wij zijn daar meer op gefocust dan op het leed van de slachtoffers. En ik vind dat gruwelijk, als je in de krant leest dat er drie verkrachters geen dag naar de gevangenis moeten, drie verkrachters van een minderjarig meisje nota bene, ja, dan, daar word ik gek van. En dan kan ik niet aan de zijlijn blijven staan, dan moet ik de politiek in. Welke quote heeft u gekozen? Wel, ik heb uh, de quote gekozen, of een quote, van uh, Oriana Fallaci. Dat is een uh, Italiaanse schrijfster die zeer goede boeken heeft geschreven en die ook een echte, die is ondertussen helaas overleden, die ook echt een vrijheidsstrijder was. Zij streed voor de vrijheid, vrijheid van meningsuiting en dus tegen de islamisering van Italië, uh, van Europa, van het Westen. Uh, ze was ook journalist, uh, ze heeft schitterende reportages gemaakt, onder andere uh, in Iran. En de quote uh, is, een beschaving, een cultuur, kan niet overleven zonder passie, kan niet worden gered zonder passie. En ik vind dat zo'n briljante quote, want ik denk inderdaad dat de passie, dat dat hetgene is wat wij nodig hebben om onze beschaving, zeg maar het Westen, onze Cultuur, onze Europese cultuur, onze vrije samenleving, en die daar het exponent eigenlijk van is om die te doen overleven. Want ik denk dat die serieus wordt bedreigd in haar bestaan, helaas, door de massamigratie en door de islamisering. En dus hebben wij mensen nodig, politici, maar ook journalisten, kunstenaars, schrijvers, noem maar op, activisten. Die niet alleen moed hebben, vind ik ook zeer belangrijk. Moed, lef, geen angst hebben, maar dus ook. Passie om te strijden. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Wel, mijn politieke voorbeelden zijn eigenlijk twee Nederlanders. Pim Fortuyn, de leider van de LPF, de lijst Pim Fortuyn, die helaas is, is doodgeschoten door een linkse activist, een GroenLinkse activist, Volker van der Graaf. Die overigens ondertussen alweer vrij is gekomen, wat, wat totaal onbegrijpelijk is natuurlijk. Iemand die een politicus heeft vermoord, die toch al een tiental jaar weer gewoon vrij rondloopt in de samenleving. En in de voetsporen van Pim Fortuyn, Geert Wilders, de leider van de Partij voor de Vrijheid, de partij waarvoor ik heb gewerkt alvorens ik bij het Vlaams Belang ben gekomen. En ik kies die beide politici omdat ze symbool staan voor een strijd die uh, existentieel is. Hè. De strijd die gaat over het overleven van onze vrije samenleving, onze cultuur, ons Europa, ons Westen. En die strijd ja, die uh, manifesteert zich dus tegen de islamisering die ja, ons wil veroveren, eigenlijk onze samenleving islamitischer uh, wil maken. En uh, Pim Fortuyn heeft dat dus moeten bekopen met zijn leven. Geert Wilders die wordt... 24 uur op 24, 7 dagen op 7, zwaar beveiligd. En het is dus ongelooflijk wat een moed die twee politici uh, tentoonspreiden om die strijd te voeren, te hebben gevoerd, uh, elke dag opnieuw, met, met gevaar dus voor hun eigen leven. En daarnaast zijn het natuurlijk ook twee briljante politici, talenten, uh, zeer charismatisch. Uh, ja, ik kijk er enorm naar op. Wat zijn uw politieke interesses? Ik ben in, een, in heel veel geïnteresseerd in het leven in het algemeen, maar ook in de, in de politiek. Maar mijn hoofdinteresse gaat natuurlijk uit naar wat wij moeten doen, wat wij zouden moeten doen om onze cultuur en onze vrije samenleving, ons Vlaanderen, ons Europa, ons Westen, om dat te behouden zoals wij dat met bloed, zweet en tranen hebben opgebouwd door de eeuwen heen. Wat iets zeer kostbaar is, iets zeer unieks ook. Er is geen regio, geen land ter wereld dat deze mate van vrijheid, individuele vrijheid en dus ook welvaart en vooruitgang, technologische vooruitgang, wetenschappelijke vooruitgang, ja, daar is het Westen, daar is, daar is Europa uniek in. Dus wij moeten dat koesteren en ik zie dat dat bedreigd wordt. En dat zie ik als mijn taak in de politiek, omdat ja, op allerlei domeinen eigenlijk. Uh, uh, naar voren te brengen. Eh, of dat nu gaat over zorg voor het milieu, of over mobiliteit, of over onderwijs. Dat zijn eigenlijk allemaal domeinen die alleen maar kunnen bloeien in een vrije samenleving zoals de onze. Dus mocht die te gaan, en volgens mij is die. Stapje voor stapje geleidelijk aan het teloor gaan, ja, dan, dan heb je op al die domeinen die hier in het Vlaams parlement, maar ook in het federaal parlement, in het Europees parlement, die, uh, die worden besproken en waar wij op vooruit willen gaan, ja, dan heeft dat geen enkele zin meer. Hè. Je hoeft maar rond te kijken naar het Midden-Oosten, naar Afrika, om te zien hoe het daar gaat. Ja, dat heeft alles met cultuur te maken. Hè. Dus die cultuur die moeten wij koesteren en die wil ik absoluut uh, redden. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik denk dat een, uh, een groot probleem vandaag is dat mensen uh, vaak niet meer het gevoel hebben, veel mensen niet meer het gevoel hebben, dat ze echt uh, democratisch iets kunnen veranderen. En dat zij stemmen hè, telkens opnieuw, maar dat ze eigenlijk niet de verandering zien waar zij voor hebben gestemd of waar ze op. Hopen. Ik denk dat er een groot democratisch deficit is op alle niveaus. Op het Vlaams niveau, ook op het lokale niveau, op het federaal niveau, zeker op het Europees niveau. En waar ik mij dus enorm voor zou willen inzetten, is voor wat ik het Zwitserse model noem eigenlijk. Wij moeten gaan naar een model waar we naast de representatieve democratie, en waar ik mij trots kandidaat voor stel om in het Vlaams parlement verkozen te worden. Daarnaast moeten wij directe democratie invoeren, dat wil zeggen bindende volksraadplegingen, bindende referenda, waar de burgers zich. Uh, een aantal keer per jaar, zoals dat dus ook in Zwitserland gebeurt, kunnen uitspreken over zeer belangrijke, fundamentele thema's. Over thema's ook die, ze, die de burgers zelf aandragen. Ik denk aan het, uh, het minarettenverbod in Zwitserland. Dat is er gekomen via zo'n volksraadpleging. Er is in Zwitserland ook een volksraadpleging geweest, bijvoorbeeld over het uh, basisloon. Dat is daardoor een meerderheid van de bevolking verworpen. Wel, ik vind dat fantastisch. Hè. En onderzoek laat ook zien dat die Zwitsers. Uh, ...dat die uh, zeer trots zijn op hun land, op hun samenleving. Dat ze zich ook goed voelen in Zwitserland. Dat ze zich zeer mee verbonden voelen met de samenleving... ...maar dus ook met de politiek en met het beleid. En dat zij wel het gevoel hebben dat ze ja, mee het beleid voeren... ...mee het beleid uh, bepalen. En ja, dat, dat is waar we het voor doen natuurlijk. Hè. Dat uh, de burgers zich goed voelen... ...en dat ze zich ook verantwoordelijk voelen voor hun samenleving. Welk voorwerp heeft u meegebracht... Wel, ik, ik ben naast politicus ben ik ook uh, schrijver. Dat is iets dat echt in uh, ja, zeg maar onze familie zit. We hebben een familie van lezers en dus ook schrijvers. Ik ben grootgebracht met heel veel boeken. En ik heb, toen ik elf was, heb ik mijn eerste boeken al uh, geschreven. Dat waren twee uh, kinderboeken. Dan is dat een tijdje gestopt. Dan heb ik vooral veel sport gedaan. En dan een, een achttal jaar geleden, uh, negental jaar geleden, ben ik uh, in de politiek gegaan en ben ik dus ook weer beginnen schrijven. Heel veel artikels. Uh, maar ook boeken. En uh, ik heb er hier een aantal uh, meegenomen. Over de Europese Unie heb ik een uh, boek gepubliceerd. Over de islam. Uh, een heel dik boek uh, met allemaal artikels van Arabisten, historici, noem maar op. En dan mijn uh, recentste boek, dat heet uh, Voor vrijheid, dus tegen uh, islamisering. De cover maakt dat ook duidelijk, denk ik, wat ik daarmee bedoel. En het is eigenlijk mijn politiek manifest, dit boek. Dus iedereen die wil weten waar ik voor sta en waar ik met de samenleving heen wil, die zou dit boek moeten lezen. En het is eigenlijk een soort noodkreet, want ik zie dat er in Vlaanderen, in België, maar eigenlijk in heel het Westen en Europa, dat het in heel wat wijken en grote delen van steden, grote steden, eigenlijk al te laat is. En wat bedoel ik daarmee? Onze steden zijn daar op die plekken niet meer. ...vrij, niet meer Vlaams, niet meer Europees, niet meer Westers, maar zijn eigenlijk geïslamiseerd. Met een meerderheid van uh, hoofddoeken, uh, halalwinkels, uh, moskeeën, Koranscholen... ...en daar is eigenlijk van die wijken, als je daar doorwandelt, daar is eigenlijk niks Westers of, of Vlaams meer aan. Hè. Dus dat, dat geeft een zeer uh, bevreemdend gevoel, vind ik, zeer verstikkend ook... En ja, je kunt daar soms doorwandelen zelfs zonder ook maar één meisje of vrouw te zien. Vooral mannen die het straatbeeld bepalen. En dat wil ik dus niet. Daar zit ik mij als politicus, of daar zal ik mij als politicus ook ten volle voor inzetten. Om ervoor te zorgen ja, dat die wijken, dat die terug veilig, vrij, Vlaams-Europees worden. En zeker om ervoor te zorgen dat er niet nog meer van dat soort wijken komen. Want mensen voelen zich daar niet meer thuis. Joden, homoseksuelen, vrouwen. die... Meiden die wijken, die komen daar eigenlijk niet meer of die passen er hun kledij en gedrag aan. En dat is wat ik beschrijf in dit boek. Niet alleen met heel veel voorbeelden van dat soort wijken, maar ook met citaten van. Honderden eh, ex-moslims eh, of moslimdissidenten, heel kritische moslims, ook islamhervormers, eh, uit Algerije, Tunesië, Marokko, eh, Pakistan, eh, noem maar op, Egypte, uit al die landen, mensen die eh, het eens zijn met wat ik ook zeg en het ook eens zijn met het Vlaams Belang, mijn partij, die zeggen van Europa, Vlaanderen, Westen, stop met jullie beleid van massa-immigratie in het subsidiëren en faciliteren van de Islam, of jullie zullen eindigen, zoals Iran, zoals Pakistan, zoals uh, Turkije. Uh, en dat wil ik dus uh, kosten wat het kost vermijden. En daarom heb ik dit boek geschreven, wat ik ook in mijn uh, politieke carrière uh, verder zal uh, gebruiken en uh, in de praktijk uh, brengen.